Beste mensen van het Goede Leven, storytime, even storytime. En dan ga ik je uitnodigen om met me mee te doen. Ik heb iets leuks voor je. Toen ik, wat zal het zijn, 12, 13, 14, die puberteit, weet je. Toen was er een moment toen ik op die leeftijd was, dat ik van Telekids muziek ging. En dat luisterde ik er toen, Ome Henk, Telekids, Peter-Jan Rens, al dat soort dingen, weet je. En opeens ging ik naar echte muziek. Kan je dat nog herinneren? Dat er zo'n moment was in je jeugd dat je muzikaal ontmaagd werd, zeg maar. Weet je? Van Telekids naar Tour Limited. En van Tour Limited naar Korn en Metallica. Ik had ook zo'n moment. Het zat namelijk zo, kort verhaaltje. Is dat ik woonde in Utrecht, in Tuindorp, bij de studentenflats. Daar heb je zo'n wijkje tussen die studentenflats in. Dus ik werd omgeven met veel jongere mensen. Die van mij toen de tijd heel oud en wijs leken. Allemaal tussen 20 en 30. Ik was zelf 10 of 15. Dus ja, in die range was het met mijn leeftijd. En mijn jeugd bestond voornamelijk uit drie dingen. Ja, tegenwoordig, de jeugd, is het volgens mij allemaal Fortnite, telefoons en dat soort shit. Maar mijn jeugd bestond voornamelijk uit muziek. Allemaal muziek luisteren. Flippo's. En gaming. Nintendo, jongen. Super Nintendo, Super Mario. Wow. Duck Hunt, jongen. Pa, 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 pa. Ja, vet, jongen. Ik was natuurlijk ook veel buiten. Want dat deed je vroeger, buiten spelen. Omdat je geen fuck te doen had, ging je naar buiten. Voetballen, keten, fietsen, herrie schoppen. Goed. Ik was ook vaak te vinden bij studentenflats. Omdat in ons groepje van vrienden was er ook een oudere jongen. Die was iets een paar jaar ouder. En die had contact met een van die studenten die daar woonden. Maar die studenten, een man, die was helemaal geen student. Die woonde daar eigenlijk een soort illegaal. Omdat hij, als ik het goed heb, het verhaal ging zo. Ik weet niet eens of het waar is. Heel veel dingen uit mijn jeugd blijken achteraf niet waar te zijn. Mijn vader zei altijd dat er krokodillen in de sloot waren. En dat ik dus niet naar de sloot moest. Blijkt dat het helemaal niet waar is. Dat zei hij omdat ik niet kon zwemmen. Nou was ik bang dat ik naar de sloot ging. Dus hij zei dat er krokodillen waren. Daar kwam ik gisteren pas achter. Dat niet zo is. Dat er geen... Anyway. Het verhaal ging dat hij in de gevangenis had gezeten, die man. Eventjes. Heel kort maar. Geen moord. Maar hij had iets gedaan. En daardoor kwam hij uit de gevangenis later weer. Vrij snel. En is hij in de studentenflats gaan wonen. Omdat hij niet een normale woning kon vinden eventjes. Dus ging hij daar wonen. Vet goedkoop. Tegenwoordig kan dat helemaal niet meer. Dan kan je niet zomaar in een studentenflat gaan wonen. Dat is heftig gecontroleerd. Hè? Woningnet, studentennet, hoe heet dat allemaal. Maar vroeger kon dat gewoon best wel makkelijk. Dus hij woonde daar en had twee fretjes. Van die rattenachtige beesten. Weet je, van die soort beversachtige. Ja, super tof. Stinken als de mallen. En die liepen altijd in het gras. Zo bij zijn huis daarvoor. En dat was vlak tegenover mijn woning. We zaten daar een keertje. En ik weet niet bij God niet meer hoe het gegaan is. Maar we hadden het over muziek, want dat is echt een groot onderwerp in mijn jeugd geweest, muziek. En toen de tijd was het volgens mij wat ik aan het klooien was met Too Unlimited, weet je, dat soort achtige dance muziek. Daar kwam later hardcore bij en zo. Maar toen zei hij, yo, Purs, dat is geen muziek, man. Ik heb voor jou echte muziek. En hij gaf mij een cd'tje, een gekopieerd illegaal cd'tje, die ik trouwens nooit heb teruggegeven. Sorry, als je kijkt, beste persoon. Sorry, ik heb het nooit teruggegeven. Zo'n lul ben ik. Weet je, dan geef je een cd en mij krijg je nooit meer terug. Marielle, ik heb je boek nog. Dat zwarte boek voor je, moet nog iets teruggeven. Goed, hij gaf mij een cd. En wat voor cd was dat, beste mensen? Dat was het album, een van de eerste albums van de Red Hot Chili Peppers. Blood Sugar Sex Magic. En ik ga even een stukje laten horen. Dat is fucking vet, jongen. Maar dat was mijn eerste kennismaking met echte muziek. Check. Komt ie, hè? Luister. Dat is goed. En het hele album, als ik daar nu naar luister, hè? Dan word ik gewoon helemaal teruggetransporteerd. Als ik nu luister, deze tijd, in 2020, 4 mei. Dan word ik teruggetransporteerd naar 15 jaar terug. Of 20, nee, meer, 25 jaar. Hoe ben ik? Nou ja, naar heel ver terug. Het is interessant, hè, dat muziek. Dat heb je vast ook wel. En ik ben benieuwd naar welke bands dat voor jou waren toen de tijd. Dat die zo'n connectie in je hoofd hebben met vroeger. Je hoeft het naar te luisteren hier. Het komt uit mijn laptop en die vibratie van die muziek, die triggert in je hersenen iets en opeens zit je in het verleden. Zet, hè? Je moet je even nog één en dan ga ik mijn voorstel aan jullie doen. Dit nummer is ook, zo zou ik mijn begrafenis beginnen. Moet je horen, komt ja. Dan kom je binnen in de zaal, dan lig ik daar en dan start ik het eerste nummertje. Dat is dit.
Kom jullie helemaal binnen. Dat is toch mooi, hè, zo'n begrafenis. Kom je ook? Kom je naar mijn begrafenis? Pursje schoolreisje. Hartstikke leuk. Ben er zelf niet bij. Of wel, ik weet niet of ik... Ja, ben een soort wel, een soort niet. Maar zie je ons wel staan daar, hè? Plakje cake, kopje koffie. De Red Hot Chili Peppers was echt een... Ja, muzikale ontmaagding van mij. Meen ik echt. Oh, ik krijg het gewoon warm van. Ik heb mijn jas uitgedaan. Mijn zuurstofmeter slaat hij helemaal uit. Hey, moet je horen, beste mensen. Ik zal even een linkje maken nu. Met wat ik echt wil vertellen. En dan zal je zo het linkje met de Red Hot Chili Peppers gaan merken. Is dat... ik hou per jaar, sinds 2015, hou ik een lijstje bij. Met de boeken welke ik gelezen heb. Ik heb niet zo'n mooie boekenkast, weet je. Zo helemaal al die boeken die ik dan heb gelezen en zo. Want ik lees alles digitaal op mijn e-reader. Dus ik ben zelf maar een lijstje gaan houden voor mezelf. Ik noem dat mijn boekenkast. Zodat ik toch een beetje gezien heb wat ik allemaal heb gelezen. En als je al in de titel van het boek leest, dan weet ik al heel vaak... oh ja, daar ging het over. Oh ja, dat soort dingen. Dus het is een mooie reminder van mezelf. Direct zie ik dan ook hoeveel boeken ik per jaar ongeveer lees. En gemiddeld gezien lees ik ongeveer 25 boeken per jaar. Soms wat meer, soms wat minder. Het is absoluut geen race naar hoeveel boeken je kan lezen. Dat absoluut niet. Maar ik merk dat... 25 is een beetje van de afgelopen jaar het gemiddelde wat ik per jaar lees. Dat komt neer op 2 boeken. Nee, 1 boek per 2 weken ongeveer. Ja toch? Ja. Dit jaar, als ik naar mijn lijstje kijk, beste mensen van het goede leven, ja, heb ik er al 3 gelezen. We zitten nu in mei, het is 4 mei en ik heb al 3 boeken gelezen. Dat vind ik geen mooi streven. En weet je waardoor het komt? Zal ik het ook eerlijk zeggen? Ik blame het misschien een beetje, natuurlijk aan mezelf. Hè? Maar voornamelijk aan Animal Crossing. Ik heb een Nintendo Switch gekocht met Animal Crossing. Dat spelletje is echt fantastisch. Maar ik heb er nu al te veel tijd in gestoken. En ik begin een beetje te merken dat er nu al een aantal dingen zoals lezen. Dus wat een hele andere activiteit is dan gamen. Je kijkt wel naar een schermpje, maar het is een hele andere cognitieve activiteit. Door die Switch beginnen nu al andere dingetjes in mijn leven eronder te lijden. Zelf dit YouTube-kanaal, want ik upload minder. Misschien ook wel even lekker om afleiding te hebben, maar I don't know. Snap ik bedoel? Dus ik dacht, weet je wat? Dat is eigenlijk de kern van deze video. Ik wil wat meer gaan lezen en ik ga je uitnodigen om mee te doen. Dat is de kern van deze video, maar je moet op YouTube een beetje storytellen, hè? Je kan niet een video beginnen van... ik heb te weinig gelezen, ik ga meer lezen. Dit boek ga ik lezen, doe je mee, link hieronder. Cheers. 12 seconden, wel een keer leuk. Ik heb 3 boeken in gedachten die ik wil gaan lezen, waarvan er eentje, dan ga ik je vragen om met me mee te doen. Maar ik zal even de 3 boeken laten zien die ik in gedachten heb, die ik zelf wil gaan lezen. Komen ze. Het eerste boek waar ik interesse in heb is deze. Van Neil Strauss, The Game. Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. En het gaat over Neil Strauss. Strauss, dat is een journalist, een schrijver, die gaat voor 2 jaar lang undercover in een soort wereldje... van mannen, dat is een soort subscene, van mannen die allerlei trucjes handhaven naar vrouwen om vrouwen het bed in te krijgen. Die wil gewoon zoveel mogelijk seks met zoveel mogelijk vrouwen. En daar hebben ze allerlei trucjes voor, pick-up artist. En hij gaat daar in dat wereldje om dat te ontdekken en hoe dat is en dat soort dingetjes. Super fascinerend. Mijn leven, zeg maar, is namelijk exact andersom. Ik doe altijd exact tegenovergestelde. En nee, ik hoop hier niets van te leren. Ik heb al een vriendin. Maar het is wel, ik vind het fascinerend. Van die wereldjes te ontdekken waar ik zelf gewoon nooit in kom. Dat is deze game, of The Game, dat boek. En dan heb ik even trouwens een vraagje aan je. Hoe is jouw Engels? Kan je Engels lezen? Engelse boeken? En dat bedoel ik niet wetenschappelijk moeilijke teksten en zo, maar gewoon makkelijk Engels. Laat me even weten. Want ik moet nu elke keer een boek uitkiezen die ik wil gaan lezen. Maar ik moet rekening houden... of die ook vertaald is in het Nederlands. Maar als jullie allemaal zeggen, oh, ik lees Engels net zo makkelijk... net zoals mij, ik lees Engels en Nederlands net zo makkelijk... Dan gaat er een wereld van je open met veel boeken... die niet vertaald zijn in het Nederlands. Laat me even weten. Goed, The Game, maar die wordt het niet. Maar er was eentje waar ik interesse in heb. Dat ga ik een ander keertje lezen. Maar die is ook in het Engels, dus ik kan hem nu niet met jullie delen... omdat ik niet weet hoe jullie Engels is. Dit is het tweede boek die ik graag een keer wil lezen ook. How to Make Love Like a Pornstar van Jenna... Jameson. En Jenna Jameson is een vrij bekende pornoactrice van een tijdje terug.
Ik ken haar niet. Ik heb het wel eens gehoord van de buurman, daar de buurman van de neef. En toen een verre oom. Nee, een grapje. Tuurlijk ken ik die wel. Die kent iedereen. Schijnheilige fuckers. Jenna Jameson, ken je dat nog? Dat is echt een icoon in de pornografiewereld. En ik vind het fascinerend om haar biografie te lezen. Omdat, ja, je kent haar natuurlijk alleen maar van één kant. Hè? Je ziet alleen maar, hoe is ze achter de camera? Ja, dat is meestal een heel droevig verhaal. Dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar daardoor juist wel extra fascinerend om te lezen. Hoe komt zo'n persoon in zo'n wereld terecht? Hoe was haar jeugd? En hoe maak je keuzes om uiteindelijk een sekswerker te worden? Dat is fascinerend. Ik vind dat bijzonder. Die gaan we ook niet lezen, want die is ook in het Engels. Dus laat me nogmaals weten of je Engels kan. Het boek dat ik voorstel om te gaan lezen, en dit is het linkje met de Red Hot Chili Peppers, is Scar Tissue. En dat is de bandleider van de Red Hot Chili Peppers. Die heeft een boek geschreven, Scar Tissue. En dat betekent, wat betekent Scar Tissue? Littekenweefsel. Dat is een van de nummers natuurlijk ook van de Red Hot Chili Peppers. Maar ik zat te lezen op Reddit, op zoek naar een nieuwe biografie om te gaan lezen. En heel veel mensen zeiden van, deze moet je echt lezen. Dat is echt fucking vet. En Jonti op mijn Instagram, wat ik had gisteren al gedeeld, die zei ook, ja, ik lees nooit echt veel boeken vroeger, maar dit boek heb ik meerdere keren gelezen. Nou, dan heb ik zoiets van, oké, dat is gaaf. En weet je, ik ga je uitnodigen om met me mee te lezen. Link hieronder naar bol.com. Hij is ook gewoon namelijk in het Nederlands te krijgen. Ik ga hem zo kopen. Dan ga ik hem ook lezen. Ik hoop dat je met me meedoet. Ik geef je 2 maanden de tijd. Daarna kies ik een nieuw boek. Misschien zeg je wel, ja, Purs, ik heb gewoon niet zoveel met de Red Hot Chili Peppers zoals wat jij wel hebt. Ik denk dat het fascinerend is om, laat ik het zo zeggen, Jim Rohn zei dat. En Jim Rohn is mijn, weet je hè, mijn favoriete motivational spreker. Zoek hem een keertje op YouTube, Jim Rohn. En die zei, wees geïnteresseerd in zoveel mogelijk mensen van allerlei categorieën, facetten, industrieën, van alles. Lees de biografie van Gandhi, maar lees hem ook van Hitler. Het boek is natuurlijk bij Amazon te koop, maar ik zal het bol.com linkje plaatsen naar de Nederlandse versie. Want ik weet nog niet hoe goed jullie Engels zijn. Ik ga hem zelf hier even kopen. Kijk, Scar Tissue, Dutch Edition, Amazon. Hoe duur is die? $10. Oké, hoppatee. Dat is ongeveer €8. Is niet mooi, hè? Dat is niet duur, hè, van boeken. Heb ik gekocht? Ja, gekocht. Zo makkelijk gaat dat, hè? Dat is niet best, hè, dat zo makkelijk gaat, hè? Even kijken, daar gaat hij. Oh, nee, nu gaat hij hem downloaden. Zie je, kijk hier, daar. Percy's Kindle, hoppatee. Bob Lazar ben ik ook fragment gedownload. Ga ik binnenkort ook lezen. Bob Lazar is over aliens, hè? Die heeft met UFO's gewerkt. Nou, komt hij al binnen? Kom, Jochie. Kom. En daar is hij. Hij is binnen. Hey, als jullie ook nog een goede boekentip hebben, non-fictie of een biografie, let me know, hè? Ik hoor het graag. Tag me op Instagram, mail me of laat het hier weten hieronder in de reacties wat jij laatst hebt gelezen. Ik ben ook altijd op zoek naar fascinerende verhalen van mensen, ja, die ik niet zo snel zal ontmoeten. Of op zo'n manier een leven leven waar ik totaal anders in leef, zeg maar. Ik hoop natuurlijk dat je met dit boek ook meedoet. Ook al ben je misschien niet een fan van de Red Hot Chili Peppers. Dat is met het vorige boek ook hebben gelezen van Shoe Dog, de oprichter van Nike. Je hoeft geen fan van Nike te zijn om dat alsnog een fascinerend verhaal te vinden. Link hieronder naar bol.com. Maar het zal me een rotzorg wezen hoe het eraan komt. Ga naar de bibliotheek, daar is het gratis. Maar dat kan niet, hè, naar de bibliotheek nou. Nou goed, er zijn allerlei manieren en wegen naast bol.com om aan een boek te komen. Maar ik hoop echt dat je met me meedoet. Dat zou ik extra leuk vinden. Vind ik ook extra leuk. Geeft mij ook weer een beetje vibe en motivatie. Het idee dat we samen lezen. Dat is leuk, hè? Goed. Dankjewel voor het kijken. Stay safe. Mondje houden vanavond. Dode herdenkingen. Vind ik moeilijk, maar gaat me lukken. Ik hoop jij ook. En we zien elkaar in de volgende video. Alright, doeg.